Puk Meerburg. Puk, ik vind het een eer om hier als docent te mogen staan en om eigenlijk van jou les te krijgen hoe jij apps maakt. Als je het over ideeën hebt, jij hebt ideeën en jij voert ze uit. Ik vind dat werkelijk geweldig. Kun jij eens laten zien wat jij tot nu toe zoal gemaakt hebt? Ja, dat kan ik. Oké. Ik heb een aantal tafeltrainers gemaakt om de tafels te kunnen oefenen. Ik kan er even eentje laten zien. Een gratis versie. Een gratis versie. Een gratis app. En daar, je drukt op start en dan krijg je een aantal vragen. Een aantal, zoals 8 keer 6. 8 keer 6 is, jongens? 48, ja hoor. 5 keer 6 is? 30. 6 keer 9? Ja. 3 keer 1, de... Afgelegen. 72 hoor ik. Ik heb 5 is. Oké. En dan aan het einde krijg je dus de. Kun je dus aan invullen. Kun je naam invullen. En dan bewaart hij hem. En dan. Ik sta hier niet in de lijst. Je staat niet in de lijst. Waarom sta je niet in de lijst? Omdat ik maar minder dan het laagste aantal punten heb. Ik heb minder dan 5 punten gehaald. Had je een fout gemaakt? Ja. Jeetje. Hey, dus hier komt dan een hele lijst met highscores en dergelijke. Ja. En dit is eigenlijk de eenvoudigste versie die je hebt. Ja, dit is de gratis versie. Gratis. Maar er staan alle tafeltjes gewoon in. 1 tot en met 10. Van 1 tot en met 10. En die kun je zo vaak oefenen als je wil. Ja. Wauw. En nou heb ik wel begrepen dat je nog een uitgebreidere versie hebt. Ja. En hier ga je grof geld mee verdienen, of niet? Nee, niet heel erg. Nee? Dat is de tafeltrainer plus. Ah. Tafeltrainer plus. En wat is nou het verschil met die eerste tafeltrainer? Hier kun je kiezen ook voor plus, keer, min of gedeeld door. Bijvoorbeeld, ik wil keer. En dan kun je ook makkelijk, medium, moeilijk of expert kiezen. Oké. Dus bijvoorbeeld keer, medium, dat is hetzelfde als de tafeltrainer. Maar je kan bijvoorbeeld ook plus, medium doen. Verder zijn alle highscores... zijn niet hetzelfde, maar die zijn op basis van de combinatie tussen de twee keuzes. Dus plus medium heeft andere highscores dan plus expert. Dus hier kun je eigenlijk een beetje zelf instellen wat je wil oefenen. En je kunt meer oefenen. Maar voor de rest is het programma hetzelfde. Ja. Het heeft ook highscores. Hetzelfde stijl highscores. Niemand heeft nog plus medium gedaan. Okay. Bijvoorbeeld keer medium, daar hebben we een paar gedaan. Oké. Hey, gaaf dit. Kun jij mij nou eens vertellen, want ik geef les aan studenten van 17 tot en met 25 jaar. Hè. Hoe kom jij erbij om apps te maken? Waar begin jij mee? Nou, ik begon met het programmeren voor de iPhone. Ja? We hadden een iPod Touch gekocht, ja? Geloof ik. Daar wou ik dus voor gaan ontwikkelen. Zocht ik op internet, vond ik steeds 2 dingen. Eentje was betaald en eentje was gratis. Oké. Ze waren wel allebei van Apple. Maar uiteindelijk had ik ontdekt dat de gratis versie, daarmee kun je hem niet op deze iPad draaien bijvoorbeeld. Maar kun je hem alleen in een simulator draaien. Hoe ben je hiermee begonnen? Wat vind jij gaaf aan dat programmeren? Het is eigenlijk een puzzel. Want ik heb een paar dingen gevonden, zoals... Toen ik bezig was met deze programmeren, had ik een probleem met dat makkelijk, medium, moeilijk, expert, plus, keer, meer, gedeeld door. Dat dan als je 2 keer die highscores inlaat, dan valt de app eruit. Jij gaat steeds gewoon op zoek naar nieuwe problemen en dan kijken hoe je daar een oplossing voor vindt. En dat doe je helemaal zelf met gebruik van internet. Heb je ook contact met andere mensen die apps maken? Nee. Ja. Ja? Maar niet zo, ik denk niet zo uitgebreid als de apps die ik maak. Oké.
Hey, en wat heb je nog meer voor apps gemaakt? Ik heb ook een tafeltrainer junior gemaakt, bedoeld voor kleinere kinderen. Want hier kun je ook zelf de tafels kiezen, zoals de tafel van 1, 5 en 10. Of van alleen 5 en 10. En je kunt weinig of veel kiezen. Ja. En hij is ook eigenlijk ook deels... Er zit er geen tijd op. En er zit wel geluid op. Maar het is eigenlijk ook, het is bedoeld voor gewoon kleine kinderen. En bijvoorbeeld gehandicapten heb ik hem ook deels voor gemaakt. Oké. Okay. Want hij kan ook luisteren. Luisteren? Nou, tenminste, als je blind bent en je wilt mijn tafeltrainer junior gebruiken. Ik heb hem zo gemaakt. Hij is wel helemaal in Nederlands. Dat als je bijvoorbeeld op 5x4 is drukt, ja? Dan zegt hij 5x4 is... En dan krijg je bijvoorbeeld 21, druk je daarop en dan zegt hij 21. Dubbeltik om te kiezen. Nou, bijvoorbeeld als... Wauw. Dus als dus... Ik kan hem even een vraag laten zien. Ja? Het is niet al te hard geluid. Maar bijvoorbeeld 5x4 is 20. Dan maakt hij een vogelgeluidje. En als ik hem fout doe... Dan knapt de ballon. De knapte ballon. En aan het einde krijg je het aantal vragen dat je in één keer goed hebt gedaan. Wauw. Hey, mooi man. De tijd gaat als een razende. Jij hebt nog een geweldige quiz app gemaakt. Ja. Kun je die ook nog even laten zien? Ja, maar ik heb... Want het mooie van die quiz-app, jongens, is dat eigenlijk iedereen die die app heeft, die kan een eigen quiz maken. Ik heb even een vraagje aan de techniek, want TEDx wifi doet het hier niet. Oh jee. Dus we... Okay, maar dan moet iedereen met ook wel verbinden aan dat netwerk, die het wilt meedoen. Dat wordt... Wordt te moeilijk? Nee, het wordt niet te moeilijk. Oh, wacht even. Maar dat gaat open. Ja. Jongens. Dit is techniek, hè. Dat is werkelijk. Eventjes iedereen die met de quiz mee wou doen, verbindt met het wifi-netwerk. Puck is awesome. Puck is awesome. Nou, ik denk Puck is awesome is ook wel goed, denk ik. Hey jongens, TEDx Joort gaat vandaag een beetje uitlopen. Oké. We kunnen hier niet mee verbinden. Wat is dat nou? Kijk, op deze doet. Puck is een held. Puck is een held. Dat klopt natuurlijk. Maar dat is tevens ook de naam van het wifi-netwerk. Ik weet niet hoe die het doet, hoor. Ik heb het eigenlijk. Maar we zouden even de TEDx Youth kunnen de TEDx Y kunnen proberen. De mensen die mee zouden doen met de wifi. Ik wil meedoen. Wat moet ik doen? Ik zal even hier zo in de notities... Zet ik eventjes het... Even de... Oh, je gaat even hacken. De TEDx Y zal ik even proberen. Maar daar heb ik het wachtwoord nu net niet meer van. TEDx Y? Oh, ja, dat is... Hadden we daar het wachtwoord van? Waar dan? Iemand? Hier? Ik geloof dat dit hem was. Dus als de mensen die mee zouden willen doen, even dit wachtwoord in zouden vullen. Oh. Oké, wacht. Heel even. Ja, ik heb... Momentje hoor, dames en heren. Hey, we mogen dit niet gaan rondschreeuwen. Of is het nou gewoon overal... Je mag het niet laten zien. Het is wel nodig. Anders zouden kunnen de anderen niet meedoen. Kan de app ook... Wie heeft... Is het ook mogelijk om de app anders straks met z'n allen in de lunch te gaan spelen? Ja, Via het normale netwerk. Dames en heren, heel even. Tijdens lunch kan iedereen even komen quizzen. Maar ik wil wel even afsluiten met één ding. Want Puck, ik heb gehoord dat je eigenlijk praktisch uit het vliegtuig van Stockholm hier naar binnen bent gelopen. Want je bent van de week ben je in Stockholm geweest. Ja. Heb je presentatie gegeven? Ja. K-
Kun je mij even vertellen wat je daar gewonnen hebt? Het was een spel waar je met z'n allemaal, waar je allemaal codes moest scannen. En dan kon je punten verdienen. En dan ging je met aan het einde de meeste punten. Die kreeg, geloof ik, 200.000 kronen. Voor als marketingbudget in de, hoe heet dat? In de Aftonbladen, de Zweedse krant. Je kreeg, volgens mij was er iets van 20.000 euro aan marketingbudget. En wat heb jij daarmee gedaan? Want dat vind ik echt fantastisch. Nou, ik heb het nog niet, maar ik ga hem doneren aan de One Laptop Per Child. Maar aan One Laptop Per Child. Is dat niet geweldig? 20.000 euro voor het One Laptop Per Child. Hey. Dankjewel, man.